Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik ga naar het centrum en dan ga ik naar mijn neef. Dat is mama, mijn zus, maar ja, die wil niet op beeld. Maar ik ga eens naar buiten, want het is volgens mij echt heel warm. Oh my god, het is lekker warm, lekker zonnetje vandaag. Alleen, ik probeer wel mijn zus en mijn mama niet op beeld te krijgen, want die willen dat niet. En ja, dus dit heb ik vandaag aan. Ik heb een super mooi rokje aan. En met deze trui, want als ik het warm heb, dan ga ik gewoon deze trui uitdoen. Super handig. Maar ik ga jullie mijn kamer eens een keer laten zien. Ik heb mijn haren net gekamd. En ik ga ook straks nog naar mijn neef. En ik weet niet of ik daar ga filmen of niet, maar dat gaan we nog zien. Dit is dus mijn klerenkast, toevallig staat die al open. Maar 15 minuten moet ik wel stoppen met filmen. Dus dit zijn al mijn jassen en vestjes. Alleen niet alles. Want daar hangen er ook nog een paar. Soms is het wel nog een rommeltje, maar daar hang ik dan altijd nog iets op. Dus dit is mijn klerenkast. Daar liggen allemaal sokken, onderbroekjes en zo. Dan hebben we hier nog dozen die ik moet sorteren, want wij zijn net verhuisd. Allee, al 2 maandjes. Maar ik moet deze nog sorteren. En op mijn bureau is een beetje een rommeltje, maar die moet ik nog allemaal daar, want ik had gewast. En dit is mijn lievelingssnuffeltje Lientje. Die normaal zit altijd in mijn bed, zit hier. Dat is haar vaste plekje. Dan heb ik hier allemaal mijn sieradenbakje. Ik heb er 2. Kijk, hier eentje en hier een. Die andere ga ik ook direct laten zien. Dit is dus een lippenbalsem. En dat is zo, ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is zo'n uiltje en dat is super fijn voor de lippen. Ik kan die even doen. Dan heb ik hier 2 super mooie leuke armbandjes. En de rest moet ik nog eens besparen. En aan deze kleedje die heb ik gekregen van mijn vriendin. Dat is zo een kapstokje voor allemaal sieraden en er hangt al een kettingtje aan. Dan hier onze 2e doosje. Hier hebben wij een leuk armbandje, een vriendschaparmbandje. Dat heb ik ook van mijn vriendin gekregen. Ze is echt een super lieve vriendin. Deze heb ik ook van mijn vriendin gekregen. Allemaal andere vriendinnen. Deze heb ik vroeger gemaakt. Die was van mijn zus Dina. Maar ze heeft die gewoon aan mij gegeven. Dan heb ik hier nog een armbandje met allemaal smileys. Dan heb ik hier nog allemaal mijn LOL surprise ballen. Daar ga ik ook eens een video. Ik heb gewoon 2 dozen en 1 zo'n grote. Daar heb ik er maar eentje van. Maar misschien krijg ik vandaag nog 1. Dat weet ik niet zo goed. En deze, wacht hè. Deze, die heb ik gekregen voor als ik moet kussen. Dan is het wel handig. Dat is van de Hubo volgens mij. Ja, van de Hubo. Dan hebben wij nog schooldingen en zo. En dan hebben we hier mijn bed. Die moet ik zo ook nog eens opmaken. Die ga ik nu even zo. En dat is een superleuke bed om op te klimmen en zo. Allemaal superleuk. Ik zet jullie even hier. Dan maak ik mijn bed even op. Het is super leuk om. Ik vind dat super leuk om te doen. Dat is zo precies een. Sorry dat jullie me even niet kunnen zien, maar deze kant moet ik ook nog doen. En nu weer wel. Ik ga bij mijn neef filmen, maar hangt ervan af als dat mag van die mama. Om niet alle kinderen mogen op YouTube natuurlijk. En nu heb ik hier nog een doos. Even mijn bukken. Deze doos moet ik ook nog verzamelen. En dan ga ik iets laten zien. Dat is slijm. Maar ik heb daar verf bij gedaan. Amber? Ja? Hoe heb jij pyjama's in mijn kast? Oké. Ik moet dus nu mijn pyjama's in mijn kast leggen van mijn mama. Die liggen hier allemaal. Ik ga jullie erop leggen. Dan kan ik die zo pakken. Oeh. En de pyjama? Ja. Ik zet hem. Leg ik jullie hier even. Sorry dat jullie me even gaan zien. En dan moet ik weer nieuwe gaan pakken. Want ik heb er nog. Ik heb echt super veel kleren.
Ja. Sokken erop. Dit zijn er niet meer zoveel. Dit is maar eentje. Inzet. Normaal kreeg ik een LOL surprise boek. Alleen, ik had die gezien op YouTube. Maar die was dus oud. Dus wij konden die niet vinden. En ik heb wel een andere. Jullie, mijn camera ligt er niet op. Maar dan ga ik ook direct eens laten zien. Kijk. Deze. Ah ja, ik ging eerst mijn slijm slikken. Ik dacht, oh, het gaat wel een leuk kleurtje worden. Het was wel al groen, maar ik wou nog groener. En toen dacht ik, oh, ik ga het gewoon een leuk kleur ietsjes donkerder maken. En dan heb ik het gedaan. Alleen nu is het echt heel plakkerig. Kijk, mijn vingers zijn nog groen van gisteren toen ik dat natuurlijk erbij had gedaan. Dus daarom is die zo plakkerig door de verf. Dus. En ik heb er ook een paar glitters bij gedaan. Deze. Dan moet ik even oppakken en deze pakken. Dat is het ticketje van die emmer die ik er juist had laten zien. Deze boek, die heb ik dus gekregen, maar dat was niet de juiste die ik wou. Maar ik ben er wel blij mee. Ik ga even zitten met mijn bureaustoel. Ik heb nu ook een nieuwe lamp gekregen. Die kan ik ook zo beter wel laten zien. Dan heb ik hier, die hadden allemaal vragen gesteld en zo. Die ga ik jullie nu allemaal laten zien. Alleen niet alles, maar meestal. Hier, rollerskater. Maar dan kunnen jullie deze zo lezen. Ik ga dat wel eens in een video doen, maar nu niet. Ik heb ook hier een video gemaakt over. Jullie even neerzetten dat jullie niet gaan vallen. Dat is deze. Daar moet ik nog een video over maken. Deze loombandjes bak. Die video noemde bak, want ik kon geen andere naam. Dus wij hebben 3 keer wit. 1 keer, 2 keer roze. 2 keer groen. 1 keer patroontje. 1 keer oranje. En dat is het. De rest moet ik nog doen, want vorige keer had ik niet meer zoveel zien. Maar ja, toppie. Top. En jullie moeten ook zeker mijn TikTok-kanaal volgen. Dat is Amber met 2 bus en 2 r's. Dus A-M-B-B-E-R-R. / M-X. Dus dan kun je dat even op een papiertje schrijven en kunnen mij volgen. Dit heb ik gemaakt voor Vaderdag. Dat is al lang voorbij, maar elke keer als ik met mijn papa ga, dan vergeet ik dat altijd te geven. Lees maar. Lieve papa, het is Vaderdag, dus papa krijgt een pakje en een zoen. Het is Vaderdag, dus papa mag vandaag iets leuks gaan doen. Amber. En dan heb hij dit mannetje ook gemaakt. Superleuk. Ik wou ogen tekenen, alleen dat is niet heel goed. En ja, de zonnelieve juffen en meesters. Nee, ik heb maar 1 meester, dat is de directeur. Ik ga even mijn kast toe doen. Ik heb dus ook een K3-bed. Eerst had ik een paardenbed, maar mama kon niks anders even vinden, want mijn ponybed, die dingen, moest er even af, omdat die wel best vuil was. Dus ik ga nu de K3 eens goed laten zien. Kijk, dit is. En de kussen past er ook bij. En de kussen moet normaal omgedraaid. En hier staat dan iets heel groot K3. Ik ben blij dat ik de nieuwe K3 heb, want de oude K3 vind ik niet zo leuk. Allee, ik vind K3 mooi leuk. Dat weet ik niet. Maar, ja. Ik heb dus. Ik ga dus nu even naar de living. En dit is de kamer van mijn mama. En hier de kast. Echt super leuk. Dan gaan we naar de wc. Even licht aan. Dan hebben wij hier 2 poembakken. Echt zalig. De wc. En een zalige bad met een douche. Daar allemaal nog spulletjes. Dan gaan we door met de andere toilet.
twee toiletten. Deze is wat kleiner dan de andere. Kijk. Deze, een toilet en een poembakje. En hier staat. En dan, ja? Kom maar. Ja? Ik ben klaar. Oké. Anders ga je het echt warmer in die trui. Ga je eens wat aan? Maar ik heb een t-shirt hieronder aan. Schiet dan voor niks aan. Ja, maar dat is een korte t-shirt. Dus. Dat is dus mijn zus. En dan heb jij hier nog een spiegel. Kijk, superleuk. Nu kun je ietsjes beter zien wat ik aan heb. Dus dit rokje en deze leuke trui met deze t-shirtje. Dan ga ik naar de living. Dan hebben we hier een super mooie zetel met twee gouden kussens en een paar gewoon grijze. En dit ga ik aandoen voor suikerfeest. Dit is super leuk mooi kleedje. Ja. Dan hebben we hier onze tv. Met deze. En dan hebben we ook een superleuke tafel met deze cactusjes. Die doen wel best bij, maar niet zoveel. Dan gaan we op naar de, hier, de grote tafel. Met de laptop van mijn zus of van mijn mama, dat weet ik niet zo goed. Dan gaan we nu naar de keuken. Dit is de keuken. De boombak. Grote snijplank, hier de supermooie ovending. Dan hebben we een oude oven, maar mijn mama gaat hem nu kopen. Dan hebben we hier de ijskast. Daar hebben we allemaal foto's aan, want mijn mama heeft magneetjes gekocht. En dat vond ik wel handig, dus dan heb ik daar allemaal tekeningen op. Ja. Dan ga ik nu naar de terras, alleen balkon een beetje. Dat is hier, ik ga beginnen van daar. Kijk, daar hebben we dan een gunstoel en een super leuke zaak. Ik raak nu niet meer recht. Oké, en dan ga ik verder. Dus dan kun je nu even goed eens dit zak zien. Rode. Dan hebben we hier stoelen allemaal. En dan heb ik hier allemaal dingen en zo en daar ook. Sorry, mijn mama is even aan het bellen. Ik ga dan door naar de, hoe heet dat? Nou, waar de wasmachine en zo staat. Hier hebben we onze schoenenkast. Echt veel schoenen, echt maar. Kijk, van daar helemaal tot hier. Echt super vet. Oh nee, ik kan nog maar 2 minuutjes filmen. Maar dat maakt niet zoveel uit, want misschien ga ik straks ook nog filmen. Ah ja, en sorry dat ik zo lang geen video meer heb gemaakt. Dan heb je hier de wasmachine. En dit is een wasmachine en dat is een droogmachine. Die staan op elkaar. Maar dat kan niet zoveel kwaad. Dan heb je hier nog een andere frigo. Een andere ijskastje waar alle ijsjes in staan. Dan heb je hier allemaal elektriciteit of zoiets. Niet zo goed. Amber, ja? De film slaan. Hier, dat is ze. Oké. Hallo? Ja, laat zien, Amber. Laat zien, ga je schoenen? Ja. Dag. Ja. Die moeten vandaag nog ook weg. Ja. Ja? Ga ik naar papa zaterdag? Ja, gaat ze weet misschien naar papa. Papa wil samen met jullie eten vandaag. Volgende week zaterdag ga je naar papa, ja? Ja. Ja. Hij zegt zo, misschien als ze weet komen wij elkaar tegen. Misschien, hè? Oké, ja. Want zij moet weg naar haar schoonzus. Ah ja. Ja? Oké. Okay. Ja.
Duna, okay. Duna, doe dat je zet. Doe dat je zet. Oké, als je deze video leuk vond, geef een like en abonneer. Doei!